jullie als speler van Anderlecht? Ja. Bijzonder om hier op dit toernooi te spelen? Ja, leuk toernooi. Leuke sfeer, goede supporters, goede ploegen. Altijd leuk om zo'n toernooi te spelen. Spelen jullie meer toernooien in Nederland of in België? We spelen meer toernooien in Nederland. In België niet zoveel toernooien. Is er eigenlijk weer een voorbereiding op de komende competitie? Ja, zeker. Zeker. Goede voorbereiding voor de competitie. Ja. Altijd conditioneel. Ja, ja, is belangrijk. Ik neem aan dat spelers die hier voetballen, die willen hogerop. Die willen wel naar Anderlecht 1. Dat is altijd de ambitie, om in de eerste ploeg te geraken. Ja. Als dat ambitie niet is, dan kun je beter stoppen. Ja. Want er zit nog wel een stapje tussen, hè? Ja, zeker. Veel werk, heel veel werk. Ja. Altijd. Het belofteteam? Belofteteam. Niet veel spelers geraken daar, maar alles is mogelijk. Ja. Komt het wel eens voor dat iemand zelfs dat belofteteam overslaat? Ja, Juri Tielemans is een voorbeeld van onze opleiding. Heeft U19 zelfs niet gedaan, U17 direct naar eerste ploeg. Ja. Hoe schatten jullie je kans in voor dit toernooi? Je wil natuurlijk winnen. Natuurlijk zijn we ambitioneel, maar voet op de grond en werken, dat is de bedoeling.